Dat moet je nou eens uitzenden. Dat je een hele zielige figuur bent, dat je het moet vragen. Dat je als verslaggever niet altijd gewaardeerd wordt, blijkt wel uit dit spraakmakende tv-moment uit 2005. Joep van het Hek wordt hier door Shownieuws geïnterviewd over een soepkookboek. Maar verslaggever Rob van der Wart komt eigenlijk voor iets heel anders. De redactie had mij erop uitgestuurd, niet zozeer om het boekje, maar om iets te horen te krijgen van Joep over zijn vermeende relatie met de tandartsassistenten. Nu wil ik je ook nog wel wat vragen, dat er in al die bladen staat. Is dat nou iets van waar of is dat nou allemaal onzin? We gingen over soep praten, toch? Het is niet waar, maar we gingen over soep praten. Vind je het goed? Ja, vind ik goed. Okay. Maar ik wilde je toch even vragen. Het lijkt me zo erg dat je dat moet doen. Dat je het moet vragen. Eigenlijk zei hij van, ik wil het hier niet over hebben. En het verstandigste wat je dan kunt doen als BN'er is gewoon zeggen, nou, daar wil ik het niet over hebben. En wachten tot de camera uit is. Maar Joep wacht niet tot de camera uit is. Hij valt even flink uit naar verslaggever Rob. Dat moet je nou eens uitzenden. Dat je een hele zielige figuur bent, dat je het moet vragen. Dat je echt moet denken, ben ik toch eigenlijk, als je straks naar huis gaat, denk je, zielig mannetje, dat ik aan een ander moet vragen hoe het bij hem thuis is. Ik wilde gewoon een reactie bij hem ontlokken. En dat hij zielig mannetje zei, dat gaf alleen maar aan dat het hem dwars zat en dat er misschien nog meer uit te halen valt. Nou, ik vind het heel zielig dat je dan moet denken, goh, hoe zal het toch bij Imca Marina thuis zijn? Het lijkt me daar toch zo'n gedoe. Ik merkte gewoon dat het hem wat deed en ik zag op een gegeven moment die lip trillen zo. En ik dacht gewoon, ik zeg het gewoon, je lip trilt, hè? Volgens mij ben je heel erg boos. Ik trilde een beetje. Nee, maar ik vind het zo zielig. Over wie hier nou uiteindelijk zielig is, valt te twisten. Maar dat Joep boos is, dat is duidelijk. Als Rob de cabaretier later nog eens tegenkomt, geeft hij dit ook toe. Hij zei letterlijk tegen mij, ik had op dat moment zin om jou uit te schelden. Daar had ik op dat moment zin in en dat heb ik ook gedaan. Daar heb ik geen spijt van. Alleen, dat kan hij wel zeggen, maar ja, het interview heeft toch best wel wat stof doen opwaaien. Het is in ieder geval heel vaak uitgezonden. Het is nog besproken in Barend en Van Dorp. En ik kan niet zeggen dat Joep van het Hek nou zo goed van af is gekomen. Nee, maar ik heb nog nooit iets over mijn privé situatie gezegd. Nog nooit, in mijn hele leven niet. Joep is helemaal klaar met het interview en weet niet hoe snel hij moet wegwezen. Ik ga gewoon nu naar huis. Heel fijn. Naar mijn vrouw en kinderen. Oké? Okay? Dag. Dank je.